Voor wie mij nog niet kent, ik ben Esther van den Ham uit Breda. En ik ben degene die elke ochtend of middag een tekening van de dag voor jullie maakt en deelt. Nu al bijna een jaar lang. En sinds een tijdje heb ik de Droedel Donderdag verzonnen. Omdat droedelen heel fijn is en rustgevend en ontspannend, wat ik toch een van de hele grote voordelen vind van tekenen. Alleen blijkt dat niet iedereen het even makkelijk vindt om een droedel te maken. Dus ik zit hier klaar met mijn tekenboekje en met een paar stiften. Ik pak gewoon wat hier ligt. Ik heb een stift, ik heb een potlood. Ik had ook een blauwe stift. Nou, die ben ik nu alweer kwijt. Dat is lekker handig, maar zo gaat dat hier soms. Is op de grond gevallen? Ik weet het ook niet. 6 kijkers zie ik. Nou, als het goed is, moeten jullie ook een reactie kunnen geven. Dus, oh wacht, er staat al een reactie. En het zou ook leuk zijn als ik die ook ergens zou kunnen lezen. Even kijken. Nou, nee dus. Kijken of ik dat dan via mijn telefoon kan doen. We gaan geen uren droedelen, maar ik ga jullie... Oh, Yvonne Kersten heeft een reactie geplaatst. Ja, dat kan, zegt Schenken. Oh, nou, ik weet niet waar dat dan het antwoord op is. Niet meer, maar... Dat is dan waarschijnlijk op iets wat ik gezegd heb in de video. Nou, kijk. Ik heb hier ook van alles liggen aan leuke dingetjes, creatieve dingetjes. Even kijken. Nou, dit is mijn... Oh, wacht, hier is de blauw. Die heb ik dan ook weer gevonden. De klok die geeft aan dat het 12 uur is. Dus, we gaan maar beginnen. Nou, dit is mijn boekje met de tekeningen van de dag. Mijn 4e boekje inmiddels al. Want elke dag maak ik zo 1 tekening. Nou, als je elke dag in de groep... kijkt, dan zie je ze steeds wel langskomen en geplaatst worden. Nou, het is nu Droedel Donderdag. En droedelen is echt een hele goede manier om je hoofd leeg te maken en om ontspannen te worden. Dus, pak even je boekje. Of met een potlood of een pen of iets wat je hebt liggen waar jij nu zit. Zorg dat je een beetje een fijn plekje hebt om te tekenen. Dat is altijd dat het echt jouw plekje is. Dat is altijd fijn. Nou, als je gaat droedelen, in feite doe je dan gewoon maar wat, hè? Dus je gaat tekenen zonder erbij na te denken. Ook de vormen, het maakt allemaal niet uit. En het heet ook droedelen, omdat het heel vaak gedaan wordt. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering of een telefoongesprek. Hè? Zoals ik nu met jullie aan het kletsen ben. Dat je gewoon gedachteloos lijntjes gaat trekken, stipjes gaat zetten. Wat er maar in je hoofd opkomt, waarvan je denkt, oh, daar heb ik nu zin in. Dat ga ik nou doen. Hoi Esther, zegt Yvonne Kersten. Oh, of je kan reageren. Nou, laat vooral een berichtje. Als ik het zie, dan... geef ik een reactie. En vooral als er vragen zijn. Of als je in paniek raakt van wat ik doe. Of laat zien. Kijk, het hoeft niet per se iets te worden. Hè? Dus het gaat echt. Ik heb zelf net een heel intensief gesprek achter de rug. Want ja, wij hebben hier wel een vrij complex gezin. Ik heb autisme. En onze 2 jongens ook. De mensen die mij... Die vrienden met mij zijn, die weten dat ik daar ook geen geheim van maak. En nou ja, we hebben ook allerlei zorgverleners intern. Intern noem ik dan in huis, hè, die in huis komen. En ja, soms verandert het ook wel eens. Oh, het lijkt trouwens wel een schildpadje, zie ik nou. Zie je, zo hier het kopje en hier het schild. Dat is wel grappig. Maar het is gewoon zo lekker om te doen. Het hoeft ook echt niet per se iets te worden, hè. Dus, gewoon maar gedachteloos een beetje lijntjes trekken,
Cirkeltjes, stipjes. Nou, dus doe maar gewoon met mij mee. Als je je papier bij de hand hebt. En anders als je het later terugkijkt. Het mag met één kleur. Je mag ook meerdere kleuren of meerdere materialen gebruiken. Kijk, het is jouw tekening. En het idee is dat het jou ontspant. Dat noem jij droedelen. Voor mij ben je echt aan het tekenen. Ja, nou ja, ik noem dit droedelen, ja, maar... Kijk, ik doe voor hoe ik het doe, hè, zodat ik jullie daarmee kan inspireren. Tenminste, dat hoop ik dan. Ik wil jullie niet in de stress jagen, maar juist gewoon eens laten zien wat er allemaal kan. En hoe snel je toch ook iets leuks krijgt, vind ik. Hè. Kijk, ik denk er helemaal niet over na, hoor. Ik denk gewoon, oh, weet je, dan denk ik. Dit loopt zo, dan laat ik dit zo, dan sluit het dat een beetje op. En dan vind ik het hier weer leuk als daar weer loodrechte lijntjes op staan. Kijk, een droedel is ook een tekening zonder een echt doel of zonder een echt thema. Hè? Gewoon tekenen om het tekenen. Oh, Trenk heeft paniek. Nou, je mag meedoen, je mag ook naar mij kijken. De video die blijft in de groep staan. Dus je kan altijd later ook nog even terugkijken. En als je het zat bent, dan hou je gewoon op. En als ik het zat ben, dan hou ik ook op. Ja, want, nou ja, ik wilde jullie gewoon even laten zien hoe ik dat dan maak. En wat ik ook altijd bij mijn tekeningen doe, is dat ik er mijn initialen, of ik zet altijd Esther en de datum erbij. Soms vergeet ik het, maar meestal doe ik dat wel. Want ja, je moet je tekeningen natuurlijk altijd signeren. Kijk, soms kan je ook best zin hebben om eens even een bloemetje erbij te tekenen. Nou, daar heb je hem dan. Kijk, je ziet dat je aan een kwartiertje al meer dan zat hebt om gewoon even lekker wat op papier te zetten. En ik denk nu niet meer aan dat heftige gesprek wat we net gehad hebben. Maar ik denk alleen maar aan waar zal ik nu eens een nieuw streepje zetten. En het maakt ook niet uit waar die komt. Hier. Stippellijntjes. Kan ook nog. Kijk, maar je kan ook gewoon zeggen. Ah joh, maakt het mij wat uit. Hops, we doen het zo. En dan gaan we hier zo. Als je wat zin hebt om je agressie wat kwijt te raken. Lijkt er wel een mannetje, hè? Zie je dat? Hoe leuk, hè? Kijk, het hoeft niks te worden, maar als je ineens toch iets er wat in ziet, dan kan je natuurlijk wel daar gelijk gebruik van maken. Oh, weet je wat? We geven hem lekker een krulkop. Oh, onze kipjes zitten zich ook een beetje bemoeien op de achtergrond. Die zitten dan zo'n beetje mee te brommen. Die vinden het ook wel goed wat ik allemaal doe. Nou, het is altijd wel fijn, hè, als die dan hun goedkeuring aangeven. Oh, gelukkig, Trenk is niet in paniek. Ja, inderdaad, er zijn wel andere dingen om in paniek te raken. En tekenen kan je ook juist gebruiken om wat tot rust te komen. Hè? Om van wat paniek af te komen. Tenminste, ik kan echt mijn humeur verbeteren door te gaan tekenen of schilderen. Of hè, al is het maar gewoon, hoe lang zijn we nou bezig? 7 minuten. Nou, het is gewoon zo fijn. Ik ga ook nog een beetje met geel erbij. Dan doe ik gewoon even net alsof ik het afgeleid van mijn droedel en mijn blauwe pen niet meer kan vinden. Ja, dus ik ga nu met mijn nieuwe telefoongesprek beginnen. Als je dit doet onder het bellen of onder het vergaderen. Vroeger had ik altijd... ik vind het altijd fijn als ik een vergadering heb om dan aantekeningen te maken bij de vergadering. En dan had ik in de kantlijn van het
van mijn werkboek had ik dan altijd enorm veel tekeningen staan. Bloemetjes en torentjes en nou ja, weet ik wat allemaal. Kijk, de punt van deze stift is wat dikker dan de stift die ik hier had. Dat scheelt best veel, dus dat werkt ook meteen heel anders, merk ik. Dus probeer ook eens te kijken wat jij zelf fijne materialen vindt om mee te werken. He, ik heb altijd wel mijn favoriete lijstje met materialen. Wat gewoon prettig werkt. Maar ik merk dat ik het fijner vind om het met deze blauwe stift te doen dan om het met deze gele te doen. Te hoedelen. Nou ja, ik ga nou wel even door. Want ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Nou, ik weet niet of jullie nu ook ondertussen met mij meedoen. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou het dan ook leuk vinden. Ja, jullie delen natuurlijk altijd je tekening van de dag. Maar als je die dan ook weer straks in de groep plaatst. Ik vind het echt super leuk dat er zoveel mensen zijn die elke dag in deze groep komen en die meedoen. En ja, die zelf ook ervaren hoe fijn het is om te tekenen. En ja, zo mooie dingen te creëren. En juist ook om het gewoon te doen zonder dat het echt ja, mooi moet worden of... Ja, dat is echt heel lastig. Oh, Mario is onderweg naar de verjaardag van de dochter. Hartelijk gefeliciteerd, Mario. Maar, nou, ik denk dat Theo wel rijdt, hè. Dus dan kan je lekker meekijken. En je kan het altijd vanavond nog terugkijken. Het blijft gewoon in de groep staan en ik zal het ook op de website erbij zetten. Dus, dan kan je het gewoon nog terugkijken. Ik ga hem nog wat dikkere benen geven, in ieder geval deze. Nou, dat is grappig, hè? Nou, zoals altijd, ik ben ook echt heel benieuwd wat jullie doen of hoe die van jullie wordt. Het wordt nu hier weer helemaal donker. Ik was vanochtend aan het wandelen en het sneeuwde gewoon. Oh, kijk, sneeuw. Kijk, je kan altijd ook even wat van de dag erin verwerken. Kijk, het is jouw droedel, dus je mag hem maken hoe jij wil. En, ja, je moet het doen met wat je hebt, maar ik zie nou niet echt fijne dingen. Een balpen. Meestal als ik in een officiële vergadering zit, dan heb ik niet eens een stift bij me. Maar dan doe ik het gewoon met een ordinaire balpen. Het kan allemaal. En ja, het wordt hartstikke leuk. Kijk, wat ik vaak doe is als ik losse objecten teken, zoals hier die bloemen, dan vul ik dat weer op met lijntjes. Waardoor het toch bij elkaar gaat horen. Niet dat het moet, maar ik vind dat zelf wel fijn. Ik hou wel van evenwicht en... Ja, en ook een evenwichtige tekening. En doordat ik dat zo doe met die lijntjes eromheen, krijg je toch een verbinding. Ik hou van verbinding. Wie mij kent, die weet dat wel. Nou, ik hoop dat ik jullie zo een beetje heb kunnen inspireren met deze doodle. Ik vind het echt ook heel leuk dat ik dan spontaan denk van ik ga het livestreamen. En dat er ook gewoon mensen zijn die mee gaan kijken en mee gaan doen. Dat vind ik echt hartstikke fijn. Want ik zie dat er nu 11 kijkers zijn terwijl ik het evenement een kwartier geleden heb aangemaakt. Nou, jullie zijn echt geweldig. Ik vind het superleuk. Nou ja, Mario zegt bij mij wordt het altijd super lelijk. Nou, wat is lelijk, hè? Vind je die van mij mooi dan? Nou, het is gewoon wat het is. Dit is mijn droedel. Ja. Nou ja, als je hem lelijk vindt, dan vind je hem lelijk. En ik vind er zelf niks van. Het is gewoon een droedel. Zo hoort dat met droedels.
komen wat. Dat pen denkt ook, ik stop ermee. Ik ga hem vast signeren. Esther, hoeveelste is het vandaag? Daar moet ik altijd over nadenken. 2, 12, 2, 1. Dat vul ik ook weer in. En ik wilde weer gaan lopen en het wordt hier weer helemaal zwart buiten. Dus ik ga toch even nadenken of ik dan toch nog even ga wachten. Of dat ik de regen CQ sneeuw induik. Er komen nog steeds meer mensen bij. Leuk hoor. Nou, weet je, we zijn nu... Deze groep die bestaat nu bijna een jaar. En er zijn ook mensen die nu al een jaar meedoen. Die ook net als ik elke dag een tekening van de dag maken. Fantastisch. Nou, mij heeft het heel veel opgeleverd. De vraag is even, gaan we door? Dus laat dat ook even weten. Of jullie nog het leuk vinden om door te gaan met de tekening van de dag. Ik weet niet, ik dacht dat we zo rond 14 december waren begonnen. Moet ik even nakijken in mijn boekjes. Want zoals ik al zei, dit is mijn vierde boekje. Ik doe het altijd in deze boekjes. Nou, ik vind het toch wel grappig. Even kijken, ik vind dit iets te grof. Dus daar ga ik nog wat extra lijntjes overheen zetten. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie hier iets aan hebben. Ik doe er ook gewoon wat hartjes in, want ik vind dat we allemaal wel wat liever mogen zijn voor elkaar. Een zonnetje. Nou, en speciaal voor Mirjam ook nog een smaaietje, want die houdt daar zo van. Kijk, die kan ook een doodle maken met alleen maar smileys, hè. Nou, dat is hem dan. Voor vandaag. Ik ga hem zo ook op de website zetten. En ik zet de video erbij. Dus ik hoop dat jullie het inspirerend vonden. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. En veel tekenplezier. Wacht, nou zitten jullie berichtjes ook op mijn scherm. Dat is ook wel handig. Zo. Ja, ik vind het ook wel leuk om door te gaan, denk ik hoor. Ik zou het liefst doen. Nou, fijn dat jullie er wat aan hebben. Ik zie Ali zeggen dat ze er wat aan heeft. Kijk, hoe ik het een beetje mooi kan laten zien. Zo. Nou, heel veel plezier met tekenen. En nou, kijk wel of het nog eens vaker lukt. Doeg, doeg. Fijne dag. Doei, doei.